We zijn vandaag bij de Bonte Koe. Ik denk dat iedereen in Schiedam het wel kent, maar kunt u nog even uitleggen wat het precies is? De Bonte Koe is een chocolaterie. Wij verkopen bonbons, bouchers, truffels en allerlei chocoladeartikelen. Boucher betekent mondvol, dus een grote bonbon. Met wat, wij gebruiken daarvoor ook wat luxere grondstoffen. Truffels. Truffel kan je herkennen aan een organische vorm, ronde vormen. En bonbons die zijn wat kleiner qua vorm, wat krachtiger qua smaak. En dat zijn eigenlijk de drie verschillende soorten die wij verkopen qua bonbons. Wat gaan we doen? We gaan iets met chocola maken. Wij gaan bonbons maken. En voordat wij bonbons kunnen gaan maken, dan moeten we een aantal handelingen gaan verrichten. Die ga ik eventjes voordoen. Ja? Voordat we met chocola aan de slag gaan, moeten wij chocola op temperatuur brengen. En dat is een heel lastig verhaal. Dan ga ik heel kort eventjes snel uitleggen. Want er zijn ook eventueel methodes om dat thuis te gaan doen. Om een bonbons thuis te maken. Je gaat eerst een stuk chocola kopen. En daar gaan we met een groot mes. Gaan we er allemaal kleine stukjes van snijden. En vervolgens gaan we die chocola smelten. Hoe je het makkelijk chocola kan smelten is in de magnetron. 1 minuut eventjes in de magnetron, even in de chocola roeren. En dat proces moet je denk ik 3-4 keer herhalen. Ja, we moeten naar een temperatuur van 45 graden. Ja, dat is wel belangrijk. Daar moeten we ook een deel achterhouden van de chocola. Ja, in stukjes. Want pure chocola moeten we terugbrengen naar een temperatuur van 32 graden. En waarom moeten wij dat doen? Er zitten heel veel kristallen in die chocola. De foute kristallen en één goede kristal. Dat is de beta 1 kristal. En de beta 1 kristal die zorgt ervoor dat de chocola mooi glimt. Goede hardheid en een goede smaak krijgt. Dus daarom willen we graag die goede kristallen in die chocola. En dan gaan we grijs aan de chocola toevoegen. En dan gaan we dat goed door elkaar roeren. Want pure chocola moeten wij naar een temperatuur brengen van 32 graden. Ja, met de kristallen te maken. Dus we gaan eigenlijk grijs aan die te warme chocola toevoegen en daardoor de temperatuur van die chocola daalt. Nou, dan is hij heel goed roeren en op een gegeven moment denken van hij is goede temperatuur. Dan maken we een heel klein proefje op de werkbank. Zo, dat is voldoende. En als deze chocola nou binnen een minuut gestold is, dan weten we zeker of die chocola, als hij gestold is, of hij goed is. Dan glimt hij mooi, hij is goed hard. En vervolgens kunnen we met die chocola aan de slag. Dus dit is het op temperatuur brengen van de chocola. En dat is ook het allerbelangrijkste van de chocola. Want als we dat niet goed doen, dan maakt het niet uit wat we willen gaan maken. Die chocola zal altijd grijs uitslaan of wit uitslaan. Het ziet er niet zo mooi uit. Het is niet beschimmeld, maar we willen graag mooie glimmende bonbons hebben. Dus vandaar is het tempereren belangrijk. Dat je dat goed doet. Als we dat hebben gedaan, dan gaan wij bonbons maken. En bonbons, daar heb je een vulling voor nodig. En dit is een carnachevulling, een melkcarnachevulling. Deze vulling bestaat uit slagroom en melkchocola. Een hele simpele vulling, die kan je heel makkelijk thuis maken. En van die vulling, daar kunnen we allemaal interieurs van maken. En daar kunnen we bijvoorbeeld een mesje voor gebruiken. En daar kunnen we een aantal stukjes voor gebruiken. Zo besteken. En dan hebben we de binnenkant van een bonbon. Ook met het mesje kan je wat doen. En op die manier heb je allerlei vormpjes. Nou, als we van die vulling allemaal stukjes interieurs hebben gemaakt, dan gaan wij chocola pakken. Goed getempereerde chocola. Dan gaan we met een speciale vork gaan wij die bonbons doorhalen. Zo. En dat lijkt een beetje eng, maar dat is helemaal niet eng. Je kan hem gewoon in de chocola gooien. En dan vissen we hem op met de vork. En dan gaan we hem helemaal onderdompelen. Nou, het is de bedoeling bij een bonbon dat er een heel dun laag chocola omheen komt. Want dan is de bijtsensatie goed.
Dus we gaan aan de rand van de kom gaan we zakjes stikken. Even langs de rand van de kom. Hem om overtollige chocola aan de onderkant eraf te halen. En dan zie je, lijkt je zo van de vork af. En dan ontstaat een bonbon. Nog een keer. Dus op het punt van de vork. Helemaal onderdompelen. En dan de rand van de kom zakjes stikken. Even het voetje eraf halen zo. Rustig van de vork afkrijgen. En dan laten we deze bonbons laten we eventjes drogen, even stollen. En dat heb je zo 5 minuten nodig. Dan zijn ze goed gestold en dan kunnen wij verder gaan met het versieren van de bonbons. Wij gaan heel makkelijk een A4'tje diagonaal doorgesneden. Zo. En dan maken we daar een klein cornetje van, een puntzakje. Dus even oprollen. Het gaatje dichtmaken en naar binnen vouwen. En dan kunnen we vullen met welke smaak van chocola maar wij willen. In dit geval ga ik zelf chocola gaan. We gaan er een klein puntje van afknippen. Bij garneren wel heel erg belangrijk dat we die duim op de sluiter gaan houden, hè? Want anders komt het er aan de bovenkant uit en niet aan de onderkant. Zo, nou, dan zal ik even een voorbeeldje garneren. Een dunne streepjes over de bonbon. Ja, wat strakker. Hè? En zo kunnen wij alle bonbons gaan versieren. Zo. En dan zijn de bonbons klaar. Dan laten we ze gewoon eventjes rusten. Hè, tot alles goed gestold is. En vervolgens kunnen wij ze gaan verkopen. De bontekoe zit hier 22 jaar. Het zit 23 jaar ongeveer. Dus de bontekoe hier al gevestigd. En we hebben in Schiedam dan de winkel in Hillegersberg hebben we ook een vestiging. En in Rotterdam Centrum. Dus we hebben 3 winkels. En wat wordt het meest verkocht? Ja, dat is eigenlijk een vraag die we aan de verkoopster moeten stellen eigenlijk. Wat het meest verkocht wordt. Dus we kunnen misschien eventjes dadelijk aan Leonie vragen, de verkoopster. Hè, wat nou echt een artikel is wat bij de Schiedammers erg gewild is. Maar op dit moment... verkopen wij, zitten richting de herfst. Dus dan hebben wij de kastanje boucher, de bosbes en de braam bonbon. Ja, dat zijn natuurlijk wel thema bonbons. Die zijn natuurlijk nu erg in trek. En ja, eigenlijk als ik in een chocoladewinkel zou werken, zou ik heel de dag door chocola eten. Is dat een voordeel of is dat echt waar? Ja, nou ja, tuurlijk, je moet proeven wat je maakt. Hè. Dus in het begin zal je natuurlijk wat meer snoepen dan als je er wat langer werkt. Maar je moet altijd blijven proeven. Altijd nieuwe producten ontwikkelen en die moeten ook geproefd worden. Dus en chocola blijft gewoon een lekker product. Dus ik zal zeker regelmatig chocola eten. Want maken jullie echt, of bedenken jullie alle bonbons echt helemaal zelf? Ja, in principe alles wat qua nieuwe dingen wordt hier zelf verzonnen. En hoe vaak komt er nou een nieuwe bonbon? Of werken jullie een beetje met vaste producten? Ja, we proberen per seizoen te werken. Dus nu hebben we de herfst, dan gaan we de winter, dan gaan we weer wat nieuwe smaken ontwikkelen. En zo proberen we per seizoen wat nieuwe smaken te maken. Ja. Naast dat hier chocola kan worden gekocht, geven jullie ook workshops. Wat houden die workshops precies in? Ja, een workshop, dan krijg je eigenlijk een klein beetje uitleg... hoe de chocola wordt gemaakt en hoe je met chocola aan de slag moet. En dan uiteraard ga je ook zelf aan de slag met het maken van bonbons. Het versieren van je bonbons, een bonbonnière maken, een chocoladeschaaltje. En als laatste ga je dan truffels maken. En die vervolgens allemaal in die bonbonnière gaan en netjes voor je worden ingepakt. En deze workshop duurt ongeveer 3 uur. Dus je bent de hele middag daarmee zoet met het maken van bonbons. Hoeveel mensen kunnen er ongeveer meedoen? Wij kunnen groepen van 40, 50, 60 mensen kunnen wij kwijt. Dus kunnen aardig wat mensen kunnen wij hier een workshop geven.
En als je mee wil doen aan de workshop, hoe kan dat dan? Ja, u kunt ze gewoon in de winkel of eventjes telefonisch opgeven in de winkel in Schiedam. Kunt u gewoon eventjes bellen en dan kunnen wij voor u een afspraak maken.